Ja, ze is ambassadrice van Kika en won de halve finale. Dat deed ze met haar ode aan Michael Jackson op het nummer Smooth Criminal. Dat is een ongelooflijk moeilijke dans. Maar ja, als je Olympische discipline hebt, dan lukt dat blijkbaar. En vanavond maakt ze het nog moeilijker. Inge de Bruin. Hi, ik ben Inge de Bruin en ik ga voor de derde keer Michael Jackson aan doen met Smooth Criminal. Ik vond het in het begin heel eng en spannend om Michael Jackson te mogen nadoen. Ik vind het een hele eer. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar het is niet makkelijk. Ja, en de halve finale ging eigenlijk heel slecht qua repeteren. Alles ging fout. Maar uiteindelijk gewonnen. Het heeft me toch naar de finale gebracht. Inge de Bruin! Wat ik echt nog meer moet verbeteren is die moonwalk. Ik ben al zo hard bezig, thuis, met tapijt. Er is niks meer van over, die is helemaal kaal inmiddels. Mijn grootste concurrent is 538. Dat vond ik gewoon een steengoede act. Plus het feit dat ze zo'n pre hebben in het vergaren van stemmen op de radio. Elke dag weer. Ik denk dat zij gaan winnen, ja. Vorige week had ik al een nieuwe dansmove van Michael Jackson. Ik zou natuurlijk nooit de dansmoves van Michael Jackson kunnen evenaren. Maar ik probeer het wel. Ik ga Michaels nieuwste nummer in mijn act verwerken. This is it. Here I stand. I'm the light of the... Nou, dat is toch geweldig. Sinds ik aan Let's Dance meedoe, sta ik ermee op. Ga ik ermee naar bed. Maar in de eerste plaats doe ik het voor Kika. Kika is heel erg belangrijk voor mij, omdat ik het gewoon totaal niet eerlijk vind dat een kind ziek is. Het hoort buiten te spelen, naar school te gaan, te sporten. Mensen zien mij als kampioen, maar in mijn ogen zijn dat de ware kampioenen, want die vechten voor hun leven. Maar ik doe het nu ook voor Michael. This is it. Als je een act twee keer moet doen, dan is dat pittig. Maar hoe hou je hem verrassend en fris en leuk voor de kijker als je hem drie keer moet doen? Zij komt altijd van goede huizen, want als Inge in een belangrijke wedstrijd staat, dan scoort ze altijd. Als het moment daar is, scoort Inge. Dit is het moment. Dit is het. Dit is Michael Jackson. Dit is Inge de Bruin.
Inge. Inge de Bruin. Geweldig, dankjewel. Dansers ook niet onbelangrijk en ook prachtig daarbij. Maar wat jij daar weer neerzette. Krijg je reactie? Het ging super. Ging goed. Het ging heel smooth. Wat vindt Albert daarvan? Vond hij het ook smooth? Oh. Ik ben er gewoon stil van. En dat ben ik zelden eigenlijk. Ik heb vol bewondering zitten kijken hoe je van het ene naar het andere schakelde. Alsof je in een geoliede machine was die van het een naar het ander overstapte. Er is één ding wat ik kan doen. Dat is een diepe buiging maken. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik wil ook niet op de zaken vooruit lopen. Ik wil ook het publiek niet beïnvloeden. Maar dit is het beste wat ik in 7 weken gezien heb. Kijk, moment. Nou, Angela, ja. Ook dan maar. Nou ja, wat je hier ziet is iemand die gewend is om keihard te werken. En jij hebt natuurlijk ook een voorsprong. Je hebt het al 3 keer gedaan. Maar je kunt gewoon zien dat jij met een keiharde werken en je laat het er niet bij zitten. Ik zie je de hele avond je spieren warm houden. En ja, weet je, als je zou winnen, dan verdien je het. Maar je hebt natuurlijk wel zware concurrentie, hè? Dat is zware concurrentie. En kijk, te gaan. Maar Inge, je zegt net tegen mij, ik verdraaide mijn nek. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, bij 1 beweging. Het zit helemaal heet in mijn nek. Ik denk, nou, gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Het heet stroom in je nek. Maar alles doet het nog, toch? Alles perfect. We gaan oproepen. En zeker voor Inge. Het is de finale, mensen. Belt u alstublieft. Bel 09091306 als u wil dat Inge de Bruin gaat winnen. Of sms 3131. En dat ook allemaal voor Kika, hè? Absoluut. Zo is het. Dankjewel, Inge de Bruin. Goed met die nek.